Het weer is verschrikkelijk. Kom op, zeg. Serieus? Eindelijk thuis. Ik kan eindelijk deze koude, natte kleren uittrekken. Ik weet wat ik moet doen. Ik ga lekker weken in bad. Dit zal me wel opwarmen. Ik heb heet water nodig. Kom op, schiet op. Wacht even. Wat is dit? Het is een boodschap. Huh? Geen water? Kan deze dag nog erger worden? Wat moet ik nu doen? Ashley, wat is er aan de hand? Ik kan beter even bij haar gaan kijken. Is alles in orde? Mam, kijk me niet aan. Kijk toch naar je kleren. Wat is er gebeurd? Het regende en er was een plas en ik werd bespat door een auto. Oh, mijn arme kleine meid. We moeten je schoonmaken. Bedankt, mam. Je weet altijd hoe je dingen beter moet maken. Alsjeblieft, vergeet niet je gezicht te wassen. Ah, dat voelt zo goed. Hey, vangen. Hier komt-ie. Heb eens. Oh, wat is ze schattig. Laten we een ander spel spelen. Jij moet me vangen. Ja, ik wil... Wat krijgen we nou? Auw, ik ben gevallen. Mami, het doet zo pijn. Ik heb mijn elleboog bezeerd. Ik kom eraan, schatje. Laat me je ouwe zien. Ik heb geen pleisters, dus dit blaadje moet volstaan. Gaat het, schat? Laat eens zien. Geld maakt alles beter. Serieus, je weet toch dat dat er stom uitziet? Is dat een blad? Oh nee, het raam. Het is hier zo koud. Doe hem dicht voordat ze gaat snotteren. Hatsjoe! Gaat het? Oh, je hebt koorts. Ik heb een dokter nodig. Heeft er iemand gebeld? Oh, je bent er. Je moet iets doen. Hé, hey, is dat zo'n stethoscoop ding? Ik heb dit altijd al willen doen. Auw! Mijn oren! Niet doen, lieverd. Sorry, hoor. Ze is zeker ziek. Ze moet het medicijn innemen. Nee, dat gaat niet gebeuren. We zijn rijk, weet je nog wel? Dat is veel geld. Even denken. Probeer dit eens. Het zal alles veel makkelijker maken. Dat lijkt er meer op. Dokter, hier. Wat nu weer? Laat me eens raden. Weer een ziek kind. Ik denk dat ik nog wat medicijn heb. Alsjeblieft. Heel erg bedankt. Het is tijd om je medicijnen in te nemen. Het zal lekker zijn. En het zal je helpen om je beter te voelen. Dat is de juiste hoeveelheid. Ik wou dat ik een spuit had. Je zal het moeten opdrinken, schat. Wat moet ik doen? Wijd open doen. Braaf meisje. Lekker, bedankt, mami. Ik denk dat het al werkt. Wow, dat zag er makkelijk uit. Wacht even, dat brengt me op een idee. Ik heb deze lollyvorm nodig. Ik giet het medicijn in de mal. Ik vul ze allemaal op. Oké, nu het volgende deel. Ik heb wat houten stokjes nodig. Ik zal dit in het medicijn stoppen. Ik zal hetzelfde doen bij de anderen. Dan moet ik wachten tot ze gestold zijn. Ze zijn klaar. Ik kan ze uit de mal halen. Ze zien er lekker uit. Kijk eens wat ik heb. Alsjeblieft, lieverd. Jij houdt wel van lollies. Geef hier. Het is lekker, hè? Je moet alles opeten. Sorry dat we laat zijn. Mandy is er voor haar controle. Maar ik moet je waarschuwen, haar adem stinkt. Dat is oké, neem plaats. Oh, moet het echt? Oh, ik moet opnemen. Hallo? Deze lolly is zo lekker. Geef hier. Haal er zelf een. Oké. Hey, wat is dat? Hebbes. Kan niet geloven dat dat werkte. Ah, je hebt me erin geluisterd. Wow, jouw tanden zijn walgelijk. Vlos jij ooit wel? Dit gaat even duren. Ik dacht al dat je dat zou zeggen. Oh, dat ziet er leuk uit. Doe, 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 doe. Niet doen. Ah, kom op, het was grappig. Mandy, gedraag je. Sorry daarvoor. Hé, zolang je betaalt is prima. Zet de tanden neer. Hé, hey, wat is dit voor ding? Serieus? Kijk naar mij, nu ben ik de tandaard. Hier is iets voor de moeite. Als je het zo stelt... Niet bewegen. Dat is best wel vervelend. Doe dat alsjeblieft niet. Ik probeer me te concentreren. Ik denk dat we klaar zijn. Hoorde je dat, mam? Mijn tanden glimmen helemaal. Laat me eens kijken. Je ziet er prachtig uit, schat. Ben we nu gaan? Natuurlijk. Is dit genoeg? Wacht. Weet je, neem het allemaal maar. Kom op, Ashley. Wees niet verlegen. Oh, jij bent vast mijn volgende slachtoffer. Ik bedoel patiënt. Neem plaats. Mam, ik heb hier een slecht gevoel over. Laat het anders je tanden maar zien. Moet dat? Ik ben bang, mama.
Wauw, dat is er. Ze zullen eruit moeten. Ik kan niet kijken. Hoe denk je dat ik me voel? Ik denk dat we klaar zijn. Dit is mijn beste werk. We zien ze eruit. Wat een glimlach. Ik denk dat ik je maar beter kan betalen. Alsjeblieft, het is elke cent waard. Ashley, geen snoep meer. Laten we naar huis gaan. Bedankt. Vertel je vrienden nog over me. Is dit echt geld? Ik ben blij dat dat voorbij is. Denk eraan, geen junkfood meer. Ik zou er niet over durven dromen. Je kunt op me rekenen, mam. Ik weet dat ik dat kan. Ah, we kunnen eindelijk ontspannen. Dit is mijn kans. Doe het gewoon rustig aan. Mama zal het nooit weten. Hier kijk ik naar uit. Heerlijk, zoet, zoet snoep. Ik wil meer. Wat ben je aan het doen? Is dat snoep? Geef het aan mij. Het is zo oneerlijk. Denk aan je tanden. Dat was het. Ik ga naar mijn kamer. Meen je dat? Ze leert het ook nooit. Als er geen snoep is, kan ze het niet eten. Ik doe haar een plezier. Het is een offer dat ik bereid ben te brengen. Het is best lekker. Ik bedoel, echt lekker. Het was maar een snoepje. Ik zou hier meer van moeten kopen. Voor mezelf natuurlijk. Ik wil meer. Wacht, wat is dat voor geluid? Nee, ik geloof het niet. Wat gebeurt er hier allemaal? Het is niet waar het op lijkt. Jij maar snoep op. Hoe kon je me zo verraden? Oh, nu voel ik me slecht. Misschien vrolijk dit snoep op. Wacht, ik heb een idee. Ik plaats deze kleverige haak op het deurkozijn. En één op de deur. Ik wil een katrolsysteem maken. Vervolgens heb ik wat touw nodig. Ik plak het touwtje vast aan het snoepzakje. Alles is klaar. Ik kan nu van de snoep genieten. Als Ashley de kamer binnenkomt, is het snoep verstopt. Hoi lieverd, je bent toch geen snoep aan het eten? Ik hou je in de gaten. Fijn hoor, schat. Oeh, dat scheelt niet veel. Ik ben zo slim. Dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Ik kan niet geloven dat ik onvoldoende heb gehaald. Mama zou zo boos zijn. Neem je me nou in de maling? Ik heb mijn best gedaan. Je hebt schande over de familie gebracht. Bah, dat kan ik niet laten gebeuren, maar wat kan ik doen? Wacht even, ik weet het al. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Mama komt. Mandy, wat ben je aan het doen? Is dat wel moe zijn na al dat winkelen? Laat me je helpen ontspannen. Oké. Heb je een bad voor me klaargemaakt? Natuurlijk. Ik voel me zo in de watten gelegd. Wat dacht je van een lekker verfrissend drankje? Je verwent me. Het ziet er goed uit. Wauw, je moet me het recept hiervoor geven. Hier, neem een gezichtsmasker. Dit voelt geweldig. Nu zal ik je overspoelen met gouden vlokken. Ik weet dat ze je favoriet zijn. Wauw, ik heb de beste dochter. Onthoud dat maar. Ik heb mijn cijfer eerder gekregen. Ik deed niet zo goed als ik dacht. Is dat een onvoldoende? Wat? Wat dacht je van wat meer goud? Daar word je altijd blij van. Oh. Stop daarmee, Mandy. Ik was bang dat dit zou gebeuren. Er zit maar één ding op. Wat ben je aan het doen? Oh, laten we die spanning wegnemen. Weet je, dat voelt goed. Hier zou ik aan kunnen wennen. Ik heb geen ruimte meer voor mijn tekening. Wacht, heb ik al mijn papier opgemaakt? Oh nee, ik kan niet meer tekenen. Mama! Gaat het goed, lieverd? Ik heb geen papier meer. Maak je geen zorgen. Kijk dit eens. Ik ga met het strijkijzer over het papier en de inkt verdwijnt. Wow, hekserij! Nu kan ik weer tekenen. Bedankt, mama. Geen probleem, lieverd. Ga je gang, teken iets moois. Kijk mijn pop, mama. Heel leuk, schat. Ik verveel me. In plaats daarvan speel ik gewoon met deze teddybeer. Ugh, ik ben er klaar mee. Vroom, vroom. Ah, ik wil een nieuw speelgoed. Wat is er aan de hand? Shh, mama houdt niet van harde geluiden. Heb je geen uitknop of zo? Prima, pak de autosleutels. Het is oké, ga je gang. Ik wist wel dat dat zou werken. Dit gaat zo leuk worden. Wow! Het glimt zo. En helemaal van mij. Ik heb nog niet eens een rijbewijs. Zet je schrap, dit gaat snel.
Veiligheid gaat voor. Daar gaan we. Vroom. Wauw, ik ben de beste chauffeur ooit. Piep, piep. Uit de weg. Piep, piep. Wauw. Hoi, bekijk mijn auto eens. Hij is geweldig. Gaat het, lieverd? Oh, oké. Okay. Ik snap het. Dat is een mooie auto. Ik wou dat ik zo'n auto had. Kon ik ook maar iets doen? Huh? Wat is dat? Is dat een speelgoedauto? Dit moet mijn geluksdag zijn. Ik kan dit aan Annie geven. Maar ze moet het ergens naartoe rijden. Ik weet het al. Leg een wit t-shirt op een vlakke ondergrond. Gebruik een zwarte pen om een gebogen lijn te tekenen. Doe dit helemaal tot onderaan het t-shirt. Trek een tweede lijn en maak een weg. Teken nu de wegmarkeringen. Zodra je dat gedaan hebt, begin je met het invullen van de weg. Zorg ervoor dat je rondom de wegmarkeringen tekent. Als je klaar bent, zou je zoiets moeten hebben. Het is tijd om je motor te starten. Hey Annie, ik heb iets voor je. Maar dat is nog niet alles. Wauw, een weg! Het is geweldig! Brum, brum! Het is net een mini-massage. Dit is geweldig, man. Dit is de snelste auto ooit. Kijk dit. Huh? Oeps. Het is oké, schat. Het is maar een klein beetje rugpijn. Dit is zo vernederend. Oeps. Is het al ochtend? Wakker worden, mevrouw. Sorry voor de bloemen. Hoe dan ook. Wat wil u aantrekken? Ik weet het niet. Geen één. Uitstekend, mevrouw. Deze zijn mooi. Nee. Oeh, het glimt zo. Nee, ik vind het niks. Misschien moeten we het simpel houden? Nee. Ik heb een nieuwe baan nodig. Kom eraan, mevrouw. Wow. Dat gaat pijn doen later. Dit zijn alle kleren in dit huis. Nee. Meen je dit? Wacht even. Misschien kunnen we de VR-bril gebruiken. Ik had hier eerder aan moeten denken. Ik wil geen spelletjes spelen. Doe de bril nou maar op. Wie deed het licht uit? Wacht even. Oeh, dit is chic. Eindelijk. Ik vind hem niet mooi. Ik ben niet verbaasd. Ah, ze zijn schattig. Hoe zie ik eruit? Prachtig. Bedankt. Je mag nu gaan. Ik moet slapen. Wat? Meen je dit? Ik haat die haan. Ugh, ik ben zo moe. Denk dat ik maar beter op kan staan. Wat ruik ik? Het is vies. Oh, ik ben het. Wat moet ik vandaag dragen? Dat is het. Alles wat ik heb. 1 t-shirt. En er zit een gat in. Ik moet iets aantrekken. Ik denk dat ik geen keuze heb. Het is zo oneerlijk. Ik wou dat ik een nieuwe kledingkast had. Wat is dat? Hé, dat was ik vergeten. Misschien kan ik dit gebruiken om een nieuwe outfit te vinden. Dit gaat geweldig zijn. Dat is schattig. Misschien iets meer casual. En nu? Oeh, rood staat me goed. Jammer dat ik die kleren niet heb. Alleen dit oude t-shirt. Weet je, dit is leuk. Wauw. Wauw, mama, kijk daar. Wat is er, schat? Wee, dit sap is lekker. Oh, het is leeg. Ik moet een andere gaan halen. Laten we gaan, mam. Oké, maar laten we even snel zijn. Ah, het is fijn om te gaan zitten en te ontspannen. Dit pakje sap is echt leeg. Ik wil het proberen. Maakt niet uit, schat. Misschien kan ik helpen. Ik heb wat water. Water is saai. Oh, oké. Ik weet het. Ik heb aardbeienjam. Ik kan dit aan het water toevoegen. En ik kan het niet zien. Dit moet genoeg zijn. Mam, wat ben je aan het doen? Ik wil sap. Ik heb het geprobeerd. Het leven is zo oneerlijk. Wacht. Ik denk dat ik weet wat ik moet doen.
Ik kan dit pakje sap gebruiken. Ik snij hem gewoon door midden en doe het water er vervolgens in. Annie zal er nooit achter komen. Nee, dit is goed genoeg. Annie, deze is voor jou. Echt? Dit is lekker. Dankjewel, mam. Geen probleem, lieverd. Ik vind het heerlijk om mijn eigen zwembad te hebben. Kijk naar mij, ik ben aan het zwemmen. Phew, dat was hard werken. Ik moet rustig aan doen. Het is zo warm. Ik moet afkoelen. Alsjeblieft, mevrouw. Is dit een grap? Wat is dat? Het is water. Oom, we hebben een probleem. Ik wil een verfrissend drankje. Ik regel het. Na. Betty verdient het beste, meest verse sinaasappelsap. Stel je voor dat je haar water serveert. Maak je geen zorgen, Betty. Dit slaat nergens op. Alsjeblieft, mevrouw. Waarom duurde het zo lang? Ik vertel het aan mama. De service is verschrikkelijk. Dit is dus mijn huis. Wauw, het is enorm. Ik weet het. Ga zitten. Wauw, je hebt zoveel speelgoed. En veel geld. Wat heb jij? Het is niet zo indrukwekkend. Is dat het? Ja, dit is mijn aap. Jakkes. Kijk naar al die tassen. Jij hebt zoveel geluk. Ze zijn geweldig. Wauw. Ja, ik heb elke dag een nieuwe tas nodig. Ik wil het van dichtbij bekijken. Ik heb nog nooit zoveel tassen gezien. Ze zijn zo mooi. Oh, kijk deze eens. Wat doe je? Pardon? Geef dat aan mij. Deze is echt duur. Kijk naar die vieze vingerafdrukken. Ik heb deze plastic zak al. Ik heb nooit leuke dingen. Oh, ik vraag me af wat er in die doos zit. Waar ga je nu heen? Kijk al deze coole dingen. Dat is gewoon afval. Ik zou deze doos wel kunnen gebruiken. Eén momentje. Kijk naar mijn nieuwe tas. Oeh, geweldig. Waar heb je die vandaan? Ik moest hem hebben. Pak maar. Oh my god, dit is geweldig. Het is mijn nieuwe favoriet. Heel erg bedankt. Misschien kunnen we ruilen? Ik had moeten weten dat er een addertje onder het gras zit. Het is wel zo eerlijk. Maar ik ben niet helemaal blij. Hier, je mag dit hebben. Echt? Hij is van jou. Ik heb in ieder geval deze. Pas niet op de plank. Ik ben van gedachten veranderd. Annie? Ze was net nog hier. We weten dat het zwaar is om ouder te zijn. Dus daarom hebben we deze handige hacks bedacht om het leven makkelijker te maken. Welke leuke dingen doen jouw ouders? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Vergeet niet om deze video te delen met je vrienden en je op ons kanaal te abonneren voor nog meer handige video's als deze.